Zaterdagmiddag 17 juni om 16:33 vond er een ernstig ongeval plaats achter de Hanzehal aan de Fanny Blankenskoenweg. Nadat de paarden in de wagen waren geladen, wilde men de paardentram aan de vrachtwagen koppelen, waarbij nog door onbekende oorzaak de tram van het talud reed en de vrouwelijke bijrijster van de tram ernstig gewond raakte. Jonge lui die van het voetbalveld kwamen, hebben de tram nog tegen kunnen houden totdat de hulpdiensten de tram konden zekeren. Er werd ook een traumahelikopter ingeschakeld.